en het wegkiepen, het weggooien, dat is zeer pijnlijk. Al deze tulpen worden weggegooid. Het is niet rendabel meer om ze te oogsten. Door de coronacrisis zijn de prijzen volledig gevloerd. Leon en Caroline de Ridder van de Ridderbloemen- en Bloembollenkwekerij uit Noordwijkerhout kijken het met ledenogen aan. Op dit moment zijn wij onze tulpen aan het kiepen. En wat betekent dat voor jullie? Dat betekent dat wij ons product, ons mooie product, waar we eigenlijk een jaar naar uitgekeken hebben, aan het weggooien zijn. 90% wordt weggegooid, de overige 10% wordt zwaar onder de kostprijs verkocht. De Ridder krijgt 2 à 3 cent per tak bij een kostprijs van 12 cent. Ze schatten de gemiste inkomsten op zo'n 100.000 euro per week. We proberen toch nog wel te oogsten als er orders komen. Watgene eigenlijk vaak zwaar onder de kostprijs is. Maar dan hebben we in ieder geval nog het gevoel dat we nog iets doen voor het product. Want de tulp is zo'n mooi product. En het wegkiepen, het weggooien, dat is zeer pijnlijk. De familie probeert positief te blijven. Een Facebookbericht over verkoop aan de weg zorgt ervoor dat de familie hartverwarmde reacties krijgt. Dochter Rosalie verkoopt de tulpen en dat is een groot succes. Maar ook dat kan niet voorkomen dat er veel weggegooid wordt. We hebben de bollen al voor een groot gedeelte wat nog geplant moest worden, dat hebben we al weggegooid. En de rest met het inlopen, dus de eerste fase van de tulpen, die gaan wij minderen. Een kwart gedeelte maar opzetten. Om toch nog aan de vraag te voldoen, als die er komt. Hoe lang kunnen jullie dit volhouden? Niet. Nee, is eigenlijk niet vol te houden. Nee, emotioneel is het zwaar, maar goed, daar moeten we dan mee dealen. Maar bedrijfsmatig is dit voor ons een zware slag. Naast het kiepen van de tulpen en het verkopen aan de weg, geven ze de tulpen ook weg aan verzorgingstehuizen. Positief blijven, dat is het credo van deze familie. Want niemand heeft eraan als we hier chagrijnig gaan rondlopen. Negatieve sfeer in het bedrijf is geen sfeer. Dus ik probeer hem altijd wel positief te benaderen en daar toch kracht uit te putten.